Na dit weekend is het voorbij. De beeldententoonstelling Sonsbeek 16 sluit haar deuren en is erg tevreden over de belangstelling. Pieter Pluijgers blikt terug op deze unieke tentoonstelling en hij doet dat met Tati Vereken Wuwarganda, zakelijk directeur van Sonsbeek 16. We gaan het laatste weekend van de Sonsbeek tentoonstelling in. Wat is er allemaal te doen dit weekend? Nou, het is natuurlijk denk ik voor de bezoeker en zeker voor de inwoners van Arnhem. Kom naar het park en geniet nog even van de 17 werken die daar te zien zijn. Het is misschien een bijzonder werk wat ik even wil uitlichten. Bij de houtworkshop Okst van Kevin van Braak op het basketbalveldje naast de Palatijn. Daar is een gigantisch houtsnijwerk te zien met aan de ene kant een Balinese mythische draakgod. Zoals je die wel vaker aantreft op Balinese schilderingen. En aan de andere kant Baron van Hekeren uitgesneden met op zijn schouders een woest zwaaiende Jeroen Glissenaar. Bij ons en bij u bekend als de parkbeheerder. Er zijn dus echt kleine cadeautjes voortgekomen uit de tentoonstelling. Dus ik zou er zeker naar kijken. En een groot cadeau wat we natuurlijk niet mogen vergeten is de €8000 die kunstenaar Rob Voerman heeft opgehaald met zijn werk The Exchange, een grote alternatieve bank, een kluis eigenlijk, over de waterval. Waarmee die toch eigenlijk de relatie tussen kunst, natuur, ecologie, economie heeft willen aangeven. En hij heeft met zijn zelfgemaakte munteenheid een vrijwillige bijdrage gevraagd van de bezoeker. En dat is dus €8000. Dat wordt op zaterdag 17 september om 16:00 uitgereikt aan Willy Smits, een bekende natuurbeschermer, activist van Stichting Masarang uit Sulawesi, Indonesië. Die is op doorreis en die geeft een lezing in de Molenplaats om 16:30 op zaterdag. En niet te vergeten Museum Arnhem, waar echt ook een prachtige tentoonstelling te zien is, ook nog dit weekend. Dus kom dat zien, kom beleven. Het is het laatste weekend. We hebben een paar maanden de internationale Sonsbeek tentoonstelling Transaction 2016 gezien. Hoe kijkt u erop terug? Nou, ik denk wel dat we enorm blij zijn en verrast door het feit dat het niet alleen door de Arnhemmer, maar ook door mensen van Broek in Waterland tot aan Maastricht en Groningen naar Arnhem zijn gekomen. We hebben bezoekers gehad uit 33 landen in een periode van 3,5 maand. Dus we zijn enorm blij dat het breed gedragen is. En nogmaals, dat van de Arnhemmer tot en met verschillende delen in Nederland, maar ook de New York Times er echt goed over is geschreven. Wij kunnen ook met enige zekerheid vaststellen, er is al een accountant langs geweest, dat we in het park alleen al meer dan 100.000 bezoekers hebben gehad. In het museum zo'n 15.000. En de teller loopt iets op, omdat we ook hele druk weekenden hebben gehad, met heel mooi weer, of zoals onze opening. En naar we verwachten ook nu het samenvalt met de herdenkingsslag om Arnhem en Bridge to Liberation, dat er dit weekend ook weer tienduizenden man op de been zijn. Dus we gaan zo richting de 140.000, 150.000 bezoekers. En dat is ook een groot cadeau. Het laatste is natuurlijk ook altijd spannend of het dan financieel binnen de lijntjes kleurt. Zo ziet het er nu naar uit. We mogen natuurlijk met de afbouw van al deze grote installaties en werken en met transport geen gekke dingen gebeuren. Dus daar blijven we nog even scherp op de komende weken. Maar als die drie dingen behaald zijn, dan kunnen we niet anders dan met elkaar concluderen dat het niet alleen een groot publieksfeest is geweest, maar organisatorisch ook gewoon een succes.